There's a place I go to, but no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. Arnhem, hoofdstad van Gelderland. Een stad die leeft, bruist en waar mensen in beweging zijn. Ik ben benieuwd waar ze vandaan komen en waar ze naartoe gaan. Waar gaat u naartoe? Everybody got their reason, everybody got their way. We can tell each other secrets and remember how to love. Goedemorgen meneer. Goedemorgen. Goedemorgen dame. Goedemorgen. Mag ik vragen waar je naartoe gaat? Ja, we gaan naar de Solo. Solo? Ja, ja. Ja, dat is een winkel. Ja, dat moet ik misschien even uitleggen, denk ik. Ja, ik weet het. Volgens mij kunnen allemaal aparte dingetjes krijgen. Ja, dat is echt een hele leuke winkel. Ja, ik hoef er soms niks te kopen, maar dan loop ik er gewoon doorheen. En heeft u nu een speciaal doel waarom u naartoe gaat? Ja, ik moet een houder voor mijn telefoon op het dashboard voor de auto halen. En die kostte daar een euro, dus ja. Okay. En dan gaat u speciaal voor naar de stad? Nou, en het is ook omdat deze gup vrij heeft vandaag. Ja. Ik wou wel zeggen, want het is gewoon schooltijd. Ja, het is een studiedag. Ja. Dus, dan krijgen we ook nog een vrouwenhaar erbij. Ja, wat maar, zeg je? Bent u vandaag ook vrij? Ja, ik heb speciaal vrijgenomen. Een beetje quality time. Alleen vanwege het hoesje? ja. Nee, maar u heeft gewoon lekker vrij. Nee, ik heb gewoon lekker vrij, een beetje quality time met de kids. Wat doet u in het Duits leven? Hoe werk je? Ik werk bij Defensie. Ja. Bent u militair? Ja, ik ben militair. Maar u zegt militair? Ja, ik ben militair. Ik zit van origine bij Luchtmobiel, maar ik ben op dit moment even uitgeleend aan de luchtmacht. Om eens een keer te kijken hoe het daar werkt. En wat doet u dan? Heeft u een speciale opdracht bij de luchtmacht dan? Nou, ik ben liaison. Hoe? Liaison. Dat wil zeggen, ik moet het even heel simpel uitleggen. Ik ben daar sergeant-majoor en ik ben samen met een kapitein verantwoordelijk voor de training voor missies. Voor zowel vliegers als het grondpersoneel. En wat leren ze dan bij zo'n missie? Wat moeten ze dan? Wat voor training krijgen ze dan? Oh, dan gaat het echt puur om procedures die de vliegers moeten doen. En procedures die die jongens op de grond richting die helikopters moeten doen en zo. Ja. Vliegt u zelf ook? Nee, ja, wel eens mee. Nou. Ja, dan zit ik als een blij jongetje achterin. Maar ja, ik kan zelf, ik heb LBO zwakstroom, dan kon je geen piloot meer worden. En draagt u dan ook de gevechtskleding als u op oefening gaat? Ja, dat doe ik wel eens. Bevalt die kleding nog? Ja, nou, we zitten op nieuwe te wachten. Ja. Maar DT is wel vernieuwd, hebben we begrepen, hè? Nou, ja, daar is het nu. Dat hebben we een aantal jaren geleden hebben we dat nieuw gekregen. Want dat moest er wel goed uitzien natuurlijk, hè? Ja. Mag je ook goed zonder baret of niet? Of, hoe? Dat mag officieel niet. Dus we kunnen niet elkaar even goed... En ook niet binnen. Ja, ik wil het wel doen hoor, ik ben nu een burger. Oh. Dus, dan kunnen we wel even afscheid nemen. Doe je met me mee? Ja. Emma, weet je hoe het werkt? Oké. Okay. Groeten als een militair. Dank u wel, meneer. Bedankt voor het gesprek. Graag. Fijne dag, tot ziens. Goedemiddag. Goedemiddag. Je zit lekker te genieten van de muziek en, Zeker. En het mooie weer. Ja. Ja. Mag ik vragen waar je naartoe gaat? Ik ga naar Otterlo. Otterlo? Otterlo, ja. Wat ga je daar doen, als vraag maar. Ik woon daar. Dus dat is mijn... En wat heeft je vandaag in de stad gebracht? Ik moet naar school. Dus ik zit op mijn opleiding hier al. Ik studeer engineering. Dus, engineering, ja. Okay. Elektrobouwkunde. En dat doe je bij een HAM? Bij een Rijnijssel. Ik zit toch op mijn mbo. Ik ben net een poosje terug in Nederland, dus ik moet even mijn school weer opnieuw hervatten. Ja. Waar ben je geweest dan, in buitenland? Ik heb in Spanje gewoond. In Barcelona, even 9 maanden of zo. Na je vorige school?
Ja, ik was met mijn school gestopt en toen ben ik dus daarheen gegaan. En toen kwam ik achter dat het lastig was zonder opleiding, dus om gewoon normaal te werken. Dus ik ga het nu hier afmaken en dan zie ik wel wat ik ga doen. Voorlopig ga je de studie in Rijnijs doen? Ja, ja, en dan daarna dan denk of ik wil eigenlijk bij Defensie. Dus, okay. En daarna of nog een HBO pakken, maar dat weet ik nog niet. Ik ben nog niet helemaal overuit. Nee, je hebt nog tijd zo? Zeker. Huh? Geniet van je dag. Ja, u ook. Terug naar Otterlo, hè? Ja, dankjewel. Fijne dag. Ja, succes met je opleiding. Ja, dank je. Hoi, hoi. Trek je jas aan, kom we gaan. We lopen even naar de hoek. Zonder het te vragen was dat blijkbaar wat ik vroeg. Hallo. Waar gaat u naartoe? Naar Nijmegen. Ja. En wat brengt u op donderdag naar Nijmegen? De verjaardag van mijn moeder. Proficiat, is ze vandaag jaar? Vandaag jarig, ja. En je moeder is in Nijmegen? Die is, ja, die woont al heel lang in Nijmegen, ja. Ja, wat leuk. Nou, dan vraag ik zo meteen naar de uitzending, want ik ben zelf ook in Nijmegen, hè? Ja. En de wereld is klein. Waar komt u nu vandaan? Nou, ik kom nu uit Doetinchem, maar ik was eigenlijk nog verder in de Achterhoek, even een weekje. Maar ik woon in Amsterdam, dus het is een heel ingewikkeld... Maar wat deed u in de Achterhoek even wat vrij zijn? Gewoon een vakantie? Ik was ook aan het werk. Een beetje vakantie en een beetje werk. En wat voor werk doet u als vrouw? Ik ben schrijver. Ik zag al een mooi boek. Mijn vrouw is ook... Nee, maar ik zag al een mooi boek. Maar u leest natuurlijk veel. Ja, ja. Dat is uw beroep geworden, schrijver? Ja, dat is mijn beroep. En heeft u al boeken uitgegeven? Ja, ja. Heb ik ook, ja. Waar bent u het meest trots op momenteel? Ik ben nu mijn tweede boek aan het schrijven. Dus dat is... Hoe heet het eerste boek? De Consequenties. Is dat is ook te vinden in de boekhandel? Hè? Nou, als het goed is wel, ja. Okay, mag het hopen. Misschien ga ik mijn vrouw een cadeau geven, want die houdt heel erg van lezen. Doe dat. Hoe word je schrijver? Was je 10, 15 was? Wilde je schrijfster worden? Nou ja, misschien nog wel eerder. Misschien toen ik leerde lezen, denk ik dat ik schrijver wilde worden. En welke opleiding heb je ervoor gedaan, zeg maar? Ik heb daar eigenlijk geen opleiding voor gedaan. Ik heb wel gestudeerd, maar ik heb het mezelf min of meer aangeleerd. Studie had je gedaan? Literatuurwetenschap, ja, dat wel. Ja, dus precies. Wel een studie waar ik zoveel mogelijk voor mocht lezen. En waar? In Nijmegen gestuurd? Nee, in Amsterdam. Ja. Ik wens je een hele mooie verjaardag. Dankjewel. En succes met schrijven. Ja, bedankt. Bedankt voor het gesprek. Fijne dag. Nou, dan zijn we inmiddels in Doetinchem volgens mij, hè? We zijn ondertussen in Doetinchem. Meneer Drosten, nee, mag ik inmiddels zeggen, hè? Ja, je mag ondertussen nee zeggen. Nou hadden we het net even in de trein erover. Hoe lang bent u al werkzaam in het hele vervoer, zeg maar? In het treinvervoer vanaf 2006 en in daarvoor vanaf 1986. Dus dat is al een mooi poosje. Ruim 30 jaar. Ja, ruim 30 jaar, ja. Ja. En u bent ook uiteindelijk machinist geworden ook? Ja, het is een onderdeel van mijn functie. Want u heeft nu een hele andere functie. U rijdt ook af en toe nog wel? Ik rijd af en toe, ja. Ja, wij vinden het belangrijk dat indirect personeel ook op de trein kan rijden en weet waar je over praat. Dus als machinisten met vragen bij mij komen, dan weet ik het gaat over de zus. En ik weet hoe de techniek werkt en ik weet hoe de seinen werken. Dat vinden wij gewoon belangrijk als kleine vervoerder. Ja, maar dan... Nou, klein. Maar, ja, negen treinen. Ja. Oh ja, mooi. Dat is wel persoonlijk. Ja, ja, ja. Maar dan bent u dus de coördinator ook, want u regelt dus naast dus dat u af en toe in moet vallen als machinist. Doe ik eigenlijk de dagelijkse exploitatie aansturen, zeg maar. Ja. Dus, we zitten hier nu in de, dat is wel mooi dat we hier even mogen staan, dit is de, hoe noemt u het eigenlijk? De cockpit? Ja, nee, de cabine. De cabine. Heeft... En dit is de stuurtafel van de machinist, zeg maar. Dus alle bedieningspanelen zitten hier. En de communicatie met het trainingsleider voor de veiligheid. Dus alles wat hij moet hebben zit hier, zeg maar. Ja, hoe hard gaat zo'n trein eigenlijk? Deze treinen mogen maximaal 140. Maar op zo'n kort stuk ook? Nee. De baanvakken, het verschilt per baanvak, zeg maar. We hebben baanvakken in Nederland waar je 140 mag. Ja. Maar hier tussen Arnhem en Zevenaar mag je 130 max. Maar dit zijn dieseltreinen, dus dat halen ze niet helemaal. Nee. En de afstand, de maximale afstand die rijdt? Dus hij rijdt van Arnhem naar Doetinchem? Naar Doetinchem, dat is ongeveer iets 233 kilometer. En die treinen hebben een dieseltanker, dus er zit 1350 liter in aan diesel. Ja. Zit er nog een stuk ontwikkeling in dit soort vervoer? Want u zegt, we hebben 9 treinen, maar komt er nog een soort in de toekomst wat anders voor? Of ik noem maar wat elektrisch? Of? Ja, men is natuurlijk wel met allerlei dingen bezig om te kijken, kunnen we diesel ombouwen naar elektrisch? Kunnen we gebruik maken van batterijen? Allemaal dat soort... Die ook weer duurzaam zijn? Allemaal duurzame zaken, ja, zeg maar, om van het diesel af te komen.
En bovenleiding zal het mooiste zijn, maar ja, dat is natuurlijk een kostenplaatje. Ja, uiteraard. Ja. Nou, bedankt even voor het gesprek weer. Ja, graag gedaan. Ja, jij gaat zo niet rijden. Nee, ik ga nu even niet rijden. Dan komt weer een andere machinist op. Everybody got the reason. Everybody got the way. We can tell each other secrets. Remember how to love.